Mensen kunnen overal gewoon een fabrieksklok kopen of een massaproduct. Maar ik ben heel blij dat er ook mensen zijn die echt van, net zoals ik, van handwerk houden. En die zo'n product waarderen die ik maak. Ja, een klok of een tafel gaat echt pas weg als het helemaal naar mijn zin is. En dat kan best af en toe al even wat tijd overheen gaan. Dus ik deed dat wel naast mijn werk. 'S Avonds en het weekend en zo. Ik kwam gewoon echt letterlijk tijd tekort. Dus ik moest op een gegeven moment de keuze maken van oké, of ik laat mijn droom een beetje varen en ik blijf gewoon in loondienst. Of ik ga echt voor mijn droom en wat ik echt graag wil. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Babydesign is begonnen in 2014. Ik had een oude trommel staan in mijn schuur en ik dacht van ik moet daar iets mee. Ik ga er een tafel van maken. Toen ik helemaal die tafel had gemaakt, ik kreeg automatisch andere ideeën ook. Toen kwam op een gegeven moment kwam de lamp, kwam de klok. Toen zei een vriendin van mij van ga mee op de markt staan. Toen stond ik op die markt en toen verkocht ik van alles. De link tussen muziek en veel van de spullen die ik maak is natuurlijk de drums. Nou had ik bij het schrijven van muziek altijd heel erg gehad als ik heel lang aan een nummer had gewerkt. En het was uiteindelijk af. Dat is een soort van euforie die je dan voelt. Dan is eigenlijk hetzelfde bij bijvoorbeeld als ik zo'n klok heb gemaakt. Dat je dan heel lang aan zo'n ding hebt gewerkt en dan uiteindelijk dat voor ziet staan. En dat is gewoon dat is een prachtig gevoel. En af en toe sturen mensen wel eens foto's door van kijk hier aan mijn klok. Hier staat mijn lamp. Dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen.